geloven ook in ons. En dat moeten we vooral blijven doen. We zijn een hartstikke goed team. En nu moeten we doorpakken naar de volgende ronde. Dus hoe moeilijk was het om rustig te blijven? Ja, heel moeilijk. Zeker toen we op 1-0 achter kwamen. Is dat heel lastig, want je natuur die zegt dat je naar voren wil. Maar je moet de ruimtes ook niet te groot voor hun maken. Dus dat is constant de keuze die je moet maken. En maar speelt ook nog het weer mee, wat gigantisch zwaar is. Wat deed jij toen de winnende kwam? Ja, juichen. Tuurlijk. Heel Nederland, dankjewel.